Even stappen boven de muur. Huh? Heb je daar nog plekken voor zetten ongeveer? Hele rij, kom maar. Loop maar door naar die rij toe allemaal. Vijf zingers. Uitverkocht. Het is wel vol, Frans, hè? Ja, maar ik vind het nog steeds leuk. Ja, mooi, hè? Oké. Maar... Evelien, ja, ik kun je boven bij de deur laten, nog maar 5 minuten. Ik zie dat zijn allemaal op Schiphol. Doe nog maar 10 mensen mee. 10 mensen mee, yo. Ga eens even kijken, Frans, hoeveel vol het dan is tegenwoordig. Ja, jullie mogen er. Ja, natuurlijk. Ja, ja, jullie hebben het niet meer van hier nog op het rond zitten. Ja, maar ik mag helaas niet, hè. Hoeveel mag u vliegen? Oké. Nog 5 vliegen. 5, oké, 5 bij de deur. 10, kom maar binnen. Ja, wie er weer? 6, wie er weer? Zo, wie er weer? Dikkie, wat een volk. Wat helemaal leuk. Hier, doe ik nog een paar plekken door. Hier kunnen we 2 plekken zitten. Hey, Bert, zit gewoon 8000 man. Minimaal! Oké, Evelien, ja, kom maar, Evelien. Naar de overkant, volgende. Doe een beetje enthousiast. Ja, maar ik ben met je en een minikeur lopen, hè. Nee. Oké. Nog 7 binnen de deur, kom maar naar deze kant. 7 binnen de deur. Potje al dikkie, je zult 1/2 uur in de rij staan en er dan niet in. Nog 5 extra. Oké, jullie kunnen naar de overkant. Lopen naar de overkant, 5 extra, kunnen er nog mee. 5, wie biedt er mee? 6. Hier door nog 5, loop op publiek in. Dus je moet met wagen dan. Zo, waar zit ik populair? Nou, dat is ook gewoon een lekker ding. Kom er dan nog maar 5 mee. Ja, doe er nog maar 5. Nee, Evelien is controle, Bas. Oké. Loop naar de overkant. Naar die parkeerwacht, hoor. Dan ben je op aan. Dat meisje, die parkeerwacht. Met het plaatsje. Evelien. Wil luisteren? Ja. Oké. Twee. Jullie zitten door in die beensteken trouwen. Hier kun je nog 3. Hier. Wie biedt er meer? 3 mee. Jullie gaan door. 3 mee. Wie biedt er meer? Oké. En dan zitten we hier vol. En anders wordt het vol te laat. Ja, nou is toch goed best, Frans. Ja, ja. Nog 3 erbij. 3 erbij. En dan gaat de deur dicht. Jammer. Ja, sorry. Ja, jammer. Ja. Ik ging er al zo vol in. Maar ja. Nee. Doe de deur dicht. Maar jullie zitten erbij! Weet je hoe kut dat is voor die vrouw die daar nog staat? Ja, we zijn al wat jammer, maar jullie zijn erbij! Zij is straks naar binnen, komt wel heel enthousiast hier in dat ze denken van, ik heb niks te missen. Heel goed, ik ga een aankondigen. Ja, dus, want we hebben wel iets echt mooi programma ook. En dat mogen Thijs en ik bij jullie nog presenteren. Want we hebben echt de beste columnist van Nederland. Met daarbij een geweldige... Dat in de begeleiding zit, dat is... Hij geeft zelf geven, maar je mag dat niet zeggen, dat ga je er zelf toe. Ik heb namelijk even met de artiesten overleg gehad. Dan ben je alleen de artiesten aankomen en de gast... Oh, dat doet niet! Goed. Ik laat het publiek een beetje dansen en juichen en zo, en dat doe je dan. Ja, want het is natuurlijk wel wat, voor de wielerliefhebbers hier aanwezig. Het is vandaag natuurlijk Cartoon Juliette, ja? De 14e juli, een feestdag in Frankrijk, en in plaats van dat wij toen... Ik ben enorm blij, met een hele volle zaal. En ik dacht al van dat ga ik op mijn eentje hier hebben. Dat lukt niet om jullie een 1/2 uur lang te gaan voorlezen. En ik ben zelf niet zo heel fan van voorlezen. Dus daar heb ik 2 vrienden meegenomen. Direct links van mij Alex Roeka. U kent hem al van Kijkhoff. Onlangs in de wereldwijd door niemand minder dan Huub van der Lubbe uitgeroepen tot de beste singer-songwriter van Nederland. Helemaal op de linkerkant al, Kok van Vuren. U kent hem misschien van Onko Bak, de band van Wilfried de Jong. U kunt hem ook kennen van de Royal Family,
U bent van Jan-Willem Roor. En anders kent u hem van allerlei andere begeleidende sessies die hij doet. Hij wordt elk jaar genomineerd als beste gitarist van Nederland. Maar u weet het ook wel, vriendjespolitiek, het was steeds niet anders. Maar ooit gaan we het meemaken.
toe, die zei, morgen schijnt de zon. Ik zei, u moet een optimist zijn. Nee, antwoordde hij, ik hou meer van regen. En ik kijk gewoon naar het weerbericht. Dus met mijn kijk op het leven heeft het niets te maken. Ze voorspellen morgen mooi weer. Als ik zeg dat ik verwacht dat het morgen zal gaan regenen, ben ik een optimist. Als ik van regen hou. En een pessimist wanneer ik liever de zon zou zien schijnen. Maar die weersvervelingen klopt toch niet, dus ik zie wel. Zijn er betere plekken op de wereld om te wonen dan hier, in Nederland, in de Achterhoek? Een Engelse vriend zei een keer tegen mij, jullie Nederlanders hebben samen de beste plek gemaakt om te leven. Niet de beste plek van de wereld, maar de beste plek aller tijden. Alleen weten jullie het zelf niet. Jullie zijn er al te veel gewend aan geraakt. Ooit zullen jullie de dood overwinnen en dan is het af. Nou, zei ik, dat vind ik wel een heel erg optimistische visie. Hoe moet dat dan? Met al die bejaarden en de pensioenvoorzieningen en de parkeergelegenheid voor al die elektrische karretjes. Ja, dat bedoel ik, zei ik. Hij zei dat wij in Nederland in alle lijstjes die je maar kunt bedenken in de top staan. Behalve in de lijstjes van slechtste dingen. En tegenwoordig ook een beetje in de voetballijstjes, maar dat komt ook alweer goed. Heb jij wel eens een Engelse school gezien? Een Engels ziekenhuis? Denk jij dat er elke winter in Engeland een paar duizend bejaarden sterven van de kou? Weet je wat er gebeurt als je werkloos wordt bij ons? Hij zei, alles bij ons is slechter. Maar wij zijn optimistischer dan jullie. Wij stappen vol optimisme uit de Europese Unie, hoewel we weten dat het onze ondergang zal worden. Een pessimist, dat is volgens mij een optimist met ervaring. Had ik ook ergens gelezen, al wist ik niet meer waar. Maar heb je dan wel eens kidney pie gegeten, vroeg ik. Alleen optimisten eten kidney pie. Het is smerig en het stinkt naar pis. Maar telkens als mijn moeder een kidney pie uit de oven haalt, hopen wij met z'n allen dat het deze keer een lekkere kidney pie zal zijn. Dat hopen we niet alleen, dat weten we. We weten dat het zo zal zijn. En als die kidney pie dan alweer naar gebakken braadsel smaakt, zeggen we tegen elkaar, disgusting. Maar de volgende keer is hij vast en zeker wel lekker. Zo, zei hij, moet je in het leven staan. Zonder optimisme redden we het niet. Doen we niks meer en streven we niet meer naar een betere wereld. En dat moet wel. Een pessimist ligt op de bank en kijkt uit het raam of hij de ondergang al ziet naderen. Optimisme, zei mijn vriend, is een morele plicht. Dat had hij gejat van een man die popper heeft. Waarom zien wij de toekomst zo vaak somber in? René Gule, de filosoof, met zijn ene been, zei, wij zijn er niet op gebouwd om te gaan met voorspoed. Tegenslag ligt ons veel beter. Dat komt doordat ellende overzichtelijker is. Dus als er geen ellende is, verzinnen we het gewoon zelf. En als we het niet zelf verzinnen, zijn er altijd wel een paar politici die dat graag voor ons doen. Omdat ze weten dat ellende stemmen trekt. Wat jij moet doen, zei mijn Engelse vriend, is zingen in de storm. Als nederige vorm.
in het nu. Het nu, dat is nu. En niet de volgende seconde. Die heeft zijn eigen nu, nadat het nu van nu verleden is geworden en het straks van nu bestaat. Dat klinkt mooi en zorgeloos. Want bezorgdheid gaat altijd over de toekomst. Maar probeer het maar eens, leven in het nu. Dat valt niet mee. Op je schouder liggen de jaren en voor je voeten wat je allemaal nog te wachten staat. Het nu wordt gevormd door wat is geweest en overschaduwd door wat nog zal komen. Vraag maar aan je verzekeringsagent. Hij zal in de valkuilen van de toekomst graag tot in detail schetsen met de premies erbij. Wie hier naar hem luistert is een krekel, maar wij zijn bijna allemaal mieren. Wij werken niet voor het nu, maar voor straks, als het winter wordt. En we hopen maar dat we niet dood zullen neervallen voor we eindelijk de vruchten kunnen plukken van al onze inspanningen. De levensgenieter is een vreemde vogel.
moeten een achterlode graag een plezier. Maar dat maakt het nog geen hopeloze dag voor de andere renners. Renners zijn namelijk nooit hopeloos. Een renner kan vallen, beide benen breken, een klapblom oplopen en een dierperforatie. En dan nog zal hij, wanneer hij de ambulance wordt ingedragen, smekend naar de toerarts kijken. En als hij eenmaal weer op de fiets zit, gaat het vast en zeker allemaal weer over en vindt hij misschien nog wel de etappe ook op één been. Renners zitten chockvol hoog. Ik heb renners met een gebroken bekken naar de finish gereden. Of met een gebroken been. En vaak, de pijn wint het maar zelden van de hoop. En als dat wel zo is, zoals laatst met Robert Geesink, dan weet je dat er echt iets aan de hand is. Door de dagen, alleen mijn moeder.
heren. Tot van Buren. Aanleg Roekhaart.